Verboden voor tovenaars. Op de sprookjesschool proberen 3 tovenaars een hele coole truc uit te halen. Konijn, kom zo snel als een trein. Ik denk dat dit goed is, ik kan niet goed rekenen. Oh nee, het is mislukt, ik heb een eend. Hoe kan het toch dat het iedere keer fout gaat? Ik weet het niet, volgens mij kunnen we niet rekenen en ik kan niet goed lezen. Misschien gaan we naar school gaan om te rekenen. Dat is wel een heel erg goed idee. Kom, we gaan naar school. Maar we mogen toch niet als tovenaars naar school? Vast wel. We proberen het gewoon stiekem. De volgende dag staan de 3 tovenaars voor een echte basisschool. Ik kan niet wachten tot we binnen zijn. Dan kan ik mijn spreuk aan hen laten zien. Dan gaan we eindelijk leren rekenen. En dan kunnen we ook beter onze recepten uitschrijven. Kijk die ene met die bril. De 3 tovenaars worden uitgelachen. Wie zijn jullie uit de boven? Wie zijn jullie? Wij zijn tovenaars. Om te leren rekenen. We willen heel graag naar deze school toe. Kunnen we heel veel leren en een recept uitschrijven. Voor tovenaars hebben we geen plek voor deze school. Ik ben boos, dus ga weg, directeur. Het lukt niet. Het werkt niet. Draakje, kom je. Ik kan hem oproepen. Dit is een soort draak oproepen. Doe maar, snel. Draakje, kom maar. Helaas zijn de tovenaars niet welkom op school. Toch leuk dat ze even laten om stiekem met hun draak naar binnen te komen. De tovenaars lopen naar de eerste klas die ze tegenkomen. Wie zijn jullie? Ik ben de tovenares. Breng ons alsjeblieft niet weg. We hebben recht op onderwijs. Wat zijn jullie in schatjes? Kom maar binnen. De hele klas is bang voor de tovenaars. Wat? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik had het gedaan. Er zijn een paar nieuwe kinderen in de klas. Ik vind het hartstikke leuk dat ze hier zijn. Jullie ook? Het zijn toch hele leuke, lieve kinderen? Ja! Ja, het kunnen best leuke kinderen zijn. Ja, ze hebben eigenlijk ook wel recht op onderwijs. Het is een paardenras, dus verdwijnt een rare klas. Uit het niets verdwijnt de hele klas. Zo, het is wel heel leuk in de klas. Ik denk dat ik het terug moet toveren. Dat was echt een tof spreuk, we waren ineens weg. De tovenaars worden naar een nieuwe plaats gebracht. Even later was het toch wel erg handig dat er tovenaars in de klas zaten. Dat werk moet over 1 minuut klaar zijn. 1 minuut, dan kan ik nooit redden. Ik help je wel even. Kijk, ik heb er niks aan. Ik help je wel. En van een leesschriftje gingen ze opeens naar een volschriftje. Kijk, ik ben klaar. Zo, dat is heel snel. Je weet zeker dat niemand je geholpen heeft? Nee, niemand. Niet veel later ging bij de directeur op het kantoor de telefoon. Dat vond me maar niet meer lastig. Het waren weer nieuwe tovenaars waar de directeur niet van moest weten. Maar directeur, dat zijn gewoon kinderen. Die hebben recht op onderwijs. Die wil hier op school komen. Ik vind dat die kinderen gewoon een kans moeten krijgen. Ik bel ze wel terug. De juf belde terug en binnen een paar weken zaten er een heleboel nieuwe tovenaarskinderen op school. Dat was lief van de juf. Ieder kind heeft tenslotte recht op onderwijs.